Vandaag ga ik een kerstboompje maken voor hier in de garage. Die is vuil, stof en weet ik veel wat bestendig. Ja. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je deze films leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren, belletje aanklikken. Word je op de hoogte gehouden. Nu naar het kerstboompje. Ja, ik had mijn afval liggen. Het langste stuk waar ik liggen was 60 centimeter lang. Dus ik zeg, daar moet het worden. En dan begin je. Ik had wat geperforeerde plaat liggen. Ik zeg, nou, zo moet de kerstboom worden. Ik heb het gemaakt met de slijptol, een potlood, een lineaal en dat was het. Daar kun je dit mee maken, alleen nou moet ik het dadelijk in elkaar gaan lassen. En ik ga dat doen met TIG. Maar in principe kun je dat met elektroden of met MIG mag ook net zo makkelijk. Ik doe TIG, omdat ik het leuk vind. En je perforeerde plaat is wat makkelijker te lassen met TIG. Dus eventjes hier het randje wegsmelten ergens aan. Maar hoe kom je nou aan die kerstboom? Nou, ik pak gewoon rechte kokertjes, dan gaan gewoon eens kijken. Hier heb ik dus alles liggen waar ik het mee gemaakt heb. Een paar potloodjes, lineaal. En een haakse slijper. Een doorslijpschijfje en een kleine, een soort lamellenschijfje, maar dan met, hoe heet dat spul nou toch? Scotchbrite erop. En meer heb ik tot nu toe nog niet gebruikt. Dus, en ik ben gewoon begonnen. Want het is een hele scherpe. Een hele scherpe bocht. Het is meer dan 60 graden. In een zaagmachine kan ik 60 graden doen. Maar dit is veel scherper. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb de vorm gepakt die ik wou hebben. Ja. En dan leg je gewoon de kokertjes op. Dan heb ik een lineaal gepakt. En toen waren ze iets langer. En heb ik gewoon een streep zo getrokken. En een streep aan deze kant. En dan kom je uit op deze punten. Slijptolletje gepakt. Gewoon afgeslepen. Is niet zo heel spannend. Komt niet zo heel, heel spits. Een voetje erbij. Die voetje moet je zien. Daar wordt een klein kruisvoetje. Hij wordt slijpbestendig en alles. Aan het vrouw gevraagd of ze nog wel lampjes had. Nou, deze lampjes, deze niks meer mee. Ik zeg, goed zo, die zijn van mij. Onderkantje komt er gewoon recht onder. En dan gaan we eerst eens in elkaar lassen. Dan gewoon eens hechten. Het idee van de kerstboom, die is gisterenavond gekomen. Ik ben met die industriële kasten bezig. Eentje staat er al in mijn kantoortje, de onderkast. En ik was mijn handgreepjes bezig, ik was er eigenlijk mee klaar. En ik had zoiets van, ja, eigenlijk moet ik ook iets hebben voor de kerst. Alleen, ja, al wat wij hebben voor de kerst, dat is allemaal niet zo heel goed bestendig tegen het slijpen en zo. En links of rechts, daar valt wel een keer een slijpspetter of een lastpetter op. Dus ik dacht, daar moet ik iets van maken. Dat er tegen kan. Ons vrouw had die lampjes over. Ik zeg, die zijn daar mooi voor. Die ga ik ervoor gebruiken. En zo is het geboren. Gisteravond had ik die ook al geslepen. Dus die lag klaar. Lag te wachten tot ik het in elkaar ging lassen. En ik dacht, ik maak er een filmpje van. Dat is misschien wel leuk om te zien. Ik heb er heel weinig in geknipt, dus het is real-time hoe lang ik erover bezig ben om in elkaar te lassen en af te werken. Alleen de lampjes erin hangen op het eind, daar heb ik er even tussenuit geknipt, want dat is wel zo'n langdradig stukje. Daar ben ik ook gewoon een kwartier mee bezig. Rotlampjes. Ik heb er altijd al een hekel aan gehad. Nou zag ik dat hij niet goed in elkaar ging, want ik heb hem zomaar in elkaar gehecht. Maar hij kwam niet overeen met mijn puntje wat ik uitgeslepen had. Van geperforeerde plaat. Dan denk ik, ik buig hem eventjes goed. Dan kun je zien hoe sterk dat zijn lasje is. Want het is echt maar een puntje. Slijp had ik geen zin in, dus nu maak ik hem warm. En dan komt hij weer los, want je smelt hem gewoon weer. Tjoep, is hij los. En dan hecht ik hem eerst aan de bovenkant in elkaar, dat die puntjes goed tegenover elkaar zitten.
En dan zet ik die onderkant weer vast. Dat is de makkelijkste en snelste manier om het te doen. En dat is het mooie met de hechten met TIG. Dat geeft maar zo'n klein puntje. En het is toch sterk, hè? Behalve op aluminium. Aluminium moet je toevoegen, wil je sterk maken. Maar op staal en RVS is dat echt... Zo'n klein puntje is al zo sterk. Nog niet helemaal naar beneden. Zo dan. En dan zit hij weer vast, hè? Hebben jullie gezien, de hechtje? Heb ik niet losgeslepen. Gewoon even warm maken, springt hij weer los. En dan smelt je hem weer vast op de plek die je hebben wilt. Nou klopt die. Ik ga hem eventjes lasten. Zal ik puls doen? Ik ga hem op puls zetten. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Gewoon is wel om te proberen op 1 hertz. 150 ampère. Basisstroom heel laag, dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ja, de basisstroom had ik op heel laag, zei ik, op 20 ampère. Dat vind ik knap laag. 1 hertz puls, dus dat is niet zo snel. En ik doe die gewoon om te proberen. Ik ben helemaal geen pulslasser. Ik wilde wat beter onder de knie krijgen. En ja, dat doe ik zo, door te oefenen. Dit is zo'n projectje. Hoef je eigenlijk helemaal niet veel aan te lassen, maar ja, ik las er dan allemaal wel af. Gewoon omdat ik het leuk vind. Daarom doe ik het. Nou, die toorts die ik daar in mijn handen heb, die is wel zo makkelijk. Die heeft een buigbare nek. En daar heb je wel zo'n profijt van. Je zit altijd met de hand waar je die toorts mee vasthoudt. Ja. Zit je altijd goed. Dus dat is gewoon fijn. Nou, de andere kant eventjes gauw aflassen. Kijken of we er een mooi lasje van kunnen maken. Nou, dat was wel geluk. Ik zei, een fotootje zal ik eventjes laten zien nu. En dan kun je het zien. Nog een beetje meer oefenen en dan wordt dat steeds mooier. Maar in principe deed ik dat altijd zonder pulsen. Dat kan ook gewoon goed. Krijg je er ook rimpeltjes in, want dan bepaal je gewoon zelf hoe snel dat je toevoegt. Daarvoor heb je die puls eigenlijk helemaal niet nodig. Die zit vast, even de onderkantjes. Ik zei in het begin het woordje, hoe zei ik het ook alweer? Het komt niet zo spits. Dat is denk voor de meeste Nederlanders, want ik zit er nou over na te denken, is dat niet echt begrijpelijk wat ik daarmee bedoel. Maar dat wil zeggen dat het niet zo nauw komt. Nou, hier kun je zien. Die bovenkant, dat is een hele lange spitse punt. Die had ik eigenlijk niet afgeslepen. Ik dacht, die smelt ik wel naar elkaar toe. Niet toe te voegen. Alleen die binnenkant had ik niet schoongemaakt. En dan krijg je dat rare effect met al die vonkjes eraf. Want tiglassen, dat vonk normaal niet. En de buitenkantjes netjes schoongemaakt. Alleen dat stukje weer net niet. Helaas. Dus als je vonkjes ziet bij je tiglassen, dan is of het gas niet goed, of het is erg vies, of zoiets is er dan aan de hand. In principe moeten er geen vonken vanaf komen. En de rook is ook eigenlijk minimaal. Het is wel een van de schoonste lasprocessen die er is. En ik vind het gewoon ja, leuk om te doen. Daarom doe ik het, want ja, ik mee mag, had ik het veel vlugger in elkaar gehad. Maar het is gewoon leuk, het is ook maar een klein dingetje. Voor de flauwekul, ik dacht dat pas wel in deze tijd van het jaar en ik had nog geen kerstboompje in de garage. Gewoon omdat het kan. En omdat ik een lichtsnoertje aan, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik was aan het vertellen over die industriële kasten. Nou, daar ben ik dus nou druk mee bezig. Ik had gezegd, wat minder filmpjes. Nou, dat hebben jullie gemerkt. Er zijn een stuk minder filmpjes online gekomen in de week.
Het zijn er nog wel iedere keer drie. Maar dat is anders dan 7 filmpjes in de week. En dat gaf me tijd om die kasten af te maken. En een hoop timmerwerk. Ik heb niet heel veel van gefilmd. Handvaten, ja, die heb ik zelf, ben ik zelf aan het maken. Die zijn nu mee met schoonvaders. Daar moeten gaatjes in geboord worden, getapt worden in draadstangetjes. En dat is, die heeft een draaibankje staan, daar staat gewoon makkelijker op. Ik had van tevoren natuurlijk wel het staal schoongemaakt. Ja, ja, dat zat ik nog te vertellen dat ik staal schoon had gemaakt. Ik was alweer vergeten van die punt, zie je wel. Maar ja, het is niet anders. Geperforeerde plaat, nou, daar zitten puntjes die uitsteken, die overlap hebben, die smelt ik gewoon eventjes vast. Dan haal ik de pols er even vanaf, dat is niet gemakkelijk. Met die pols op 150 ampère, dat ging net iets te hard. Geperforeerd plaatje is meen ik maar een millimeter dik. Dus ja, dan springt je ineens weg als je zoveel stroom krijgt. Ik heb hem nu op 80 ampère gezet. En dan gaat hij gewoon wat makkelijker. Je kunt zien, hij begint nog langzaam. Hij staat op 4T. En zo blijven we aan het rommelen. Ik las dit niet helemaal af, dus niet al die puntjes zet ik vast. Gewoon om de 5 à 10 centimeter zet ik er eentje. En dat is meer dan genoeg. Ga je ze allemaal vastzetten, dan gaat een geperforeerd plaatje weer alle kanten op trekken. Dan stop je er te veel warmte in. Hier had ik last met mijn helm, dat hij te lang donker bleef. Ik ben het lassen geweest en sloeg mijn helm, flitste wel eens. En er stond een vertraging, stond te langzaam. En nou staat hij dus te lang voor dit soort werk. Dus die helm die moet je regelmatig anders zetten. En ik zag dat hij nog op 13 stond. Dat was ook nog behoorlijk. Dus die heb ik teruggezet op 10. Dan zie je het allemaal net wat beter. Want anders dan is hij eigenlijk, ja, je kunt het wel zien hoor. Maar dan is hij toch wel aan de donkere kant. Dit werkt gewoon fijn. Daar moet je gewoon even de tijd voor pakken om de helm anders in te stellen. Nou, na stroomtijd heb ik helemaal niet zo lang. Het is gewoon staal. Komt niet zo spits. Als het nou RVS was geweest, was het wel anders geweest. Maar dat is het niet. Maar ik vond het wel een heel leuk dingetje om te maken. Zo zijn er nog een hele hoop ideeën. En ik heb van Melvin. Melvin had een hele mooie foto ingestuurd van een kerstster die hij had gemaakt voor op de schuur. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Maar dat herhaal ik op het eind nog wel een keertje. Dat ik het heel leuk vind om te kijken wat kijkers maken. Want er zitten een hoop leuke dingen bij die er zo thuis gemaakt worden. En dit kun je zien, gewoon een slijptol. Daar heb je genoeg aan, dan kun je zoiets maken. En bij staal, gas erop. Het is gewoon simpel. Dus mijn vrouw wou hem al meteen, die zag hem. Oh, die wil ik in de keuken voor de ramen. Ja, ik zeg dat denk ik niet. Daar heb je iets anders voor. Van hout. Dat vond ze toen mooi. Dus dit komt niet in de keuken voor de ramen. Die blijft mooi in de werkplaats staan. Op de plek waar de oranje telefoon staat. Daar komt hij zo lang te staan. Het is een mooie. Dat is gauw afgemaakt. Het voetje. Even een beetje kijken wat midden is. Komt natuurlijk niet zo heel spits. Zeg ik het weer. Komt natuurlijk niet zo heel spits. Daar bedoel ik mee dat het niet zo precies hoeft te gebeuren. Ik vergeet er wel eens en dan. Daar gooi ik er nog wel eens van die dialectwoorden tussen. Tenminste, die woorden die wij hier gebruiken. En dat is niet voor iedereen heel duidelijk. Dus voor boven de grote rivieren wordt het wel lastiger. En voor in België weet ik het eigenlijk niet wat die voor woord gebruiken, maar het lijkt me ook niet echt duidelijk.
Maar dan zeg ik gewoon, dan ben ik aan, ja, hier ben ik gewoon aan het prutsen, wat ik normaal ook deed. Alleen nu film ik het. En dan vergeet je nog wel eens dat je Nederlands, of moet niet praten, maar wel het makkelijkste is om te praten dat iedereen je kan verstaan. Want Google Translate, die maakt van mij helemaal niks. Er komen alleen maar rare dingen uit als je die aanzet. Dat is ongelooflijk wat die er af en toe van maakt voor woorden. Ik heb wel eens van kijkers dat ze me toesturen, dat ze het gezien hebben met Google Translate. Moet je eens kijken wat ze er nu onder zetten. Ik denk van ja. Zo'n voetje kun je op verschillende manieren maken. Hè. Ik heb hier gekozen voor een kruisje, omdat ik van die stukjes had liggen. Ik zeg, maak gewoon een kruisje van. Er moet iets onder dat je recht blijft staan. Want anders is de koker die van 20 mm is te smal. Want het is gemaakt van koker 2022. Die geperforeerde plaat, ja, die is maar een goede millimeter dik. Ja, en ik vond het wel leuk zo. Je zag, ik had hem gelast. Ik kijk zo eens welke kant het stabielste is. Want hij trekt naar de ene kant meer als naar de andere kant. En dan zetten we hem er zo op. Vlak schuren. Ja, even de lasjes eraf halen. Dan kan er toch iets bovenop te liggen. Dan zag je, springt hij weg. Eventjes gauw. En het mooie is, zo'n klem is te gauw zat opgezet. En dan springt hij niet meer weg. En je hebt twee handen voor de machine. Andere kant ook nog eventjes. Ja, dit komt ook allemaal niet zo precies, hè. Het is geen werkstuk waar op de honderdste nauwkeurig moet, maar nog niet op een millimeter. Als het maar een beetje lijkt, dat is al genoeg. Nou, hier las ik niet helemaal af. Ja, ik zet nu eerst twee hekjes. En dan doe ik twee korte lasjes erop zetten, dat je gewoon even stabiel blijft. De wolfram elektrode moet er iets verder uit. Want het is een binnenhoekje. Ja, dan wil je toch zo dicht mogelijk in de hoek kunnen komen. En ik had hem ingesteld op allemaal vlak werk. Dan zit je er wel verder in, heb je wat betere gasdekking. Maar in zo'n binnenhoek is die gasdekking ook gewoon wat beter als op een vlak stuk. Dus daar kan de gas nergens naartoe. Dat komt toch wel in die hoek terecht. Dus dan kan hij er ook wel wat verder uitsteken, die wolfram elektrode. Dan kom ik erachter dat hij behoorlijk achterover hangt. Kun je het zien? Niet te bang voor zijn. Jo, beterder. Lasje liggen en nog een lasje liggen en dan komt hij nog weer rechter en dan is het goed. En dan hebben we hem ook bijna in elkaar staan. Ja, ik heb eigenlijk nog niks uitgeknipt nu. Dus wat jullie tot nu toe hebben gezien, dat is zo lang als ik ermee bezig ben geweest. En dat is, eens eventjes kijken, ja, ruim een kwartier, 16 minuten. Dus voordat ik helemaal klaar ben met de ding, die andere twee lasjes.
Dan zijn we nog eens een minuut verder. Ik zeg, binnen 20 minuten gemaakt. Het slijpen niet bij inbegrepen meer. Dat ik gisteravond, ik weet bij God niet hoe lang dat ik mee bezig ben geweest. Ik kreeg er mijn kijk op, ik zag de kokertjes liggen. Ik zeg, dat gaan we doen. Dus een klusje dat niet zo lang duurt, niks in geknipt. Dus als je het filmpje nou niet gekeken had en je was de schuur ingegaan en je had wijzen gepakt, had je ook een kerstboompje gehad. Dus, en ze kunnen op veel meer manieren, makkelijker als dit, moeilijker als dit. Je hebt van alles. Ja, helemaal blij mee. Maar die lampjes erin knopen, dat heb ik niet gefilmd. Dat is wel zo werk je. En dat is mooi, dat kun je maar hout niet. Mijn staal kun je nog een keer tong tong zeggen. En dan vervormt hij wel een beetje. Oh, de helm kan wel af, hè. Mijn favoriete hobby, kerstlampjes, maar niet heus. Dingen zitten altijd in de knoop. Een beetje afgekoeld. Ja, hij is een beetje afgekoeld. Even kijken. Kerstboom, en hij is bestendig tegen werkzaamheden in de werkplaats, dan moet je hebben al die andere toei die kan branden. Nou, hier zit weinig aan wat kan branden. De lampjes misschien, maar des maar eventjes. Ja, hier de ultieme test. Want daar gaat er gewoon mee gebeuren. Als je achter me staat ook, dan kan het regelmatig slijpsel over die werkbank heen. Hè. Ik denk, we proberen het eens gewoon. Even in het donker. Altijd mooi natuurlijk. Simpel klusje. Je kunt het op heel veel verschillende manieren doen. Maar Thijs doet het op een andere manier met stripjes. Ook leuk. Kun je ook een keer naar kijken. Ik zal een link zetten hier onderin. Maar dit is de manier die ik voor gekozen heb. Was allemaal spulletjes die ik over had. Ik zeg, daar ga ik hem van maken. Ik zeg, hij moest er tegen kunnen. Dat er gewerkt werd hier, dat kan je niet tegen. Hebben we getest. Dus als jullie andere leuke ideeën hebben, dan zie ik ze graag. Stuur ze dan naar info@harrydeferryman.nl. Als je zelf iets leuks gemaakt hebt, stuur een fotootje. Laat ik het zaterdagavond zien. Vind ik leuk om te zien wat al mijn kijkers maken. En vragen erover. Hieronder stellen. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe. Ja, pam pam pam.